groot probleem. Jongeren zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheidscijfers. Daar kunnen we wat aan doen. Daarom hebben de Europese Sociaaldemocraten besloten dat het tijd is dat er in plaats van 6 miljard 20 miljard beschikbaar komt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. En daar gaan wij een jaar lang actie voor voeren. Het is tijd voor Act for Youth.